Tja, tja. De winnende rijder staat er al, dames en heren. Dat is Misha Brouwer. Hij wint de eerste van vandaag met John Europoort. Sierdeken is inmiddels omgehangen. De sierdeken van Hogevorst Bloemen. Trainer is Brian Vader. En John Europoort, dames en heren, komt uit een succestal. Vorig jaar wonnen ze hier 3 koersen. En de eerste is alweer binnen. We gaan even praten met Misha. Misha, want we komen niet helemaal voor niks naar je toe. Gefeliciteerd. Ja, je hebt het heel bekeken aangepakt, mag ik wel zeggen. Want je had in het begin geen haast. Nee, en dat is natuurlijk paard voor de eerste keer uit en mijn quali gelopen. En voor het eerst echt tussen de paarden. En hij moet nog een beetje wennen. En ik denk het is lang zat om dichtbij te komen. Ging hartstikke goed. Jij kan een eerste indruk geven. Hoe ligt het baantje erbij? Super, super. Bochtjes, is dat een probleem? Is dat moeilijk voor de meeste paarden? Nou, het is natuurlijk veel krapper. Dus je hebt echt grasspecialisten en de hardebaanspecialisten. Ja, en de meeste grasspecialisten die lopen vandaag. En je hebt er vandaag nog een paar. Zien we je nog een keer terug vandaag? Wat is je beste kans hierna? Haaien ook, ging in het voorwerk heel goed. Ik was een beetje bang voor de bochten, maar blijkbaar kan ze goed door de bochten. En dadelijk, ik heb wel verwachtingen. Dus we zien je over een half uurtje terug. Ik ga mijn best doen. Hartstikke mooi. Misha Brouwer, dames en heren. Dus de leerlingkampioen van Nederland, alleen is hij al lang geen leerling meer. Zo goed is hij. Hij is leerling af. De winnende trainer staat aan het hoofd van het paard. Dat is Brian Vader. De man die werkt bij de Koninklijke Stallen. En hij gaat vandaag ook genieten van die prachtige demonstratie van de huzaren. Dat is toch allemaal een beetje verwant aan elkaar. We gaan eerst applaudisseren, dames en heren, voor de leerlingkampioen van Nederland, Misha Brouwer. En gelijk een favoriet in de eerste. Mooier kan niet.